Deze week zijn we bij burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum. Een burgemeester die het flink voor de kiezen kreeg deze zomer door de vliegramp in Oekraïne. Ja, burgemeester, waar was u eigenlijk toen u hoorde voor het eerst van de ramp? In Hilversum. Ik was een biertje aan het drinken op 035, dat is een nieuw biertje. En ja, dat was een hele gezellige avond. En ik kwam thuis en ik zette de televisie aan en het was meteen bal. En ik zou dat weekend met vakantie gaan. Maar ik ben toen vrijdagochtend om 9 uur meteen naar het raadhuis gegaan. Ook al gebeld natuurlijk van, zijn er Hilversummers bij? Toen hadden we al een indicatie van één gezin. En toen zijn we hier begonnen, 's morgens om 9 uur. Ja, en voor mijn gevoel ben ik er niet meer weg geweest. Nee, want uiteindelijk bleek het te gaan om 3 hele gezinnen. Ja. 15 mensen in totaal uit Hilversum. Wat gebeurt er dan hier op het stadhuis en met u als burgemeester? Ja, je hebt het niet meteen door. Hè? Wel de omvang van de ramp, maar niet dat het ook zo'n enorme impact heeft in Hilversum. Dat derde gezin kwam ook pas later in beeld. Het is eigenlijk een soort foto die zich ontwikkelt. En elke keer denk je, Jezus, ook dat nog. Ook ze, een jongen van 18 die net verhuisd was naar Amsterdam met zijn moeder. Maar die zijn hele jeugd hier had doorgebracht. Nou ja, en in dat weekend was wel duidelijk van het is enorm. Ik ben toen zaterdag naar de voetbalvereniging gegaan. En daar waren ook al honderden mensen. Ja, dan leef je eigenlijk op je adrenaline. De internationale pers heeft ons ook ontdekt in die dagen. Nou ja, daar heb ik dan weer het voordeel dat ik dat een beetje weet. Dat ze mij ook kennen voor een deel. Het is 9-11 voor Nederland. Maar ook voor Hilversum was het natuurlijk een enorme ramp. Is nog steeds. Ja, heeft u het gevoel dat dat nu nog steeds veel impact heeft in de gemeente? Ja, zeker. Ik heb nog, binnenkort is er nog een herdenking van een van die families waar ik voor uitgenodigd word. Ook met een andere familie ben ik al geweest. En dat zijn eigenlijk de meest indrukwekkende momenten. Dan zie je, ja, het is een familie, een gezin zoals ik het zelf ook heb. En het is de pech van die mensen dat zij met hun familie in dat vliegtuig zat. Maar het komt heel dichtbij. En die emoties dus ook. Het zijn jonge mensen van 16, 14... 9 kinderen. De helft is kinderen. En die waren in de bloei van hun leven. En dan opeens zo op deze manier daar uitgerukt te worden is natuurlijk gruwelijk. Voor die grootouders is het, daar heb ik veel contact mee. Ja. Is het natuurlijk niet te doen. Het is gewoon niet te doen. Ja, dat grijpt u persoonlijk ook aan. Ja, zeker. En want je wilde het toch ook zijn. Ik vind het wel heel knap hoe de gemeente Hilversum zich heeft opgesteld in die periode. Mensen die deden een stap naar voren ook. Ook sommigen die met vakantie wilden, maar die niet gegaan zijn. En we hadden een klein crisisteam en we hebben heel veel voor elkaar gekregen. Ja, u zei tijdens die herdenkingsbijeenkomst in de Sint-Vitus dat Hilversum ineens het emotionele epicentrum van Nederland was geworden. Ja. Voelde dat voor u ook zo? Ja, omdat ik natuurlijk ook praktisch alle avonden aan die weg heb gestaan, de noodweg van Oud-Heusden kazerne. Die werd opeens gevorderd, hè, zou je kunnen zeggen, door de overheid. Die zei, die kazerne die gaan wij gebruiken voor de slachtoffers. Nou ja, er zijn premiers nu hier op bezoek geweest uit Australië, uit Maleisië. Opeens was Hilversum, hè, de as Eindhoven-Hilversum was opeens een begrip. Voor veel buitenlanders ook, omdat heel veel buitenlanders ook in dat vliegtuig zaten. Ja. En dat was natuurlijk nog nooit gekend. En Hilversum heeft dat heel ingetogen en waardig, vind ik. En met veel gevoel voor verhoudingen en voor stijl hebben we dat gedaan. En ook de families en de nabestaanden die ook de auto's hebben opgewacht, de rouwauto's. Dat heeft ook veel indruk op mij gemaakt. Ja, en hoe heeft u dat zelf verwerkt, zal ik maar zeggen, als u dan thuis kwam? Want u maakte natuurlijk heel veel mee. Afgereageerd op mijn familie. Ja. dat is natuurlijk geen mooi hoofdstuk. Er is natuurlijk veel begrip, maar we zouden natuurlijk van alles doen en dat is allemaal niet doorgaan. Grotendeels ben nog wel een weekendje weg geweest, maar je hoofd staat er ook niet naar. Ik heb zo'n toespraak in zo'n kerk. Ik heb natuurlijk best veel toespraken gehouden, maar dat voelde ik als een soort opdracht dat ik dat goed moest doen, dat ik daar waardig moest staan namens de gemeente. Daar staat dan ook best wel veel druk op. Nou, daar staat heel veel druk op, want je weet dat iedereen meeluistert, meekijkt. Ik hou niet van clichés, dus je moet toch zinnen maken die oorspronkelijk zijn, die ook aanspreken, die niet over de top gaan, maar toch ook wel de lading. Nou ja, dat is een heel proces, daar ben je weken mee bezig. Heeft u ook het gevoel dat u, terwijl u al die ballen tegelijk omhoog moest houden, ook voor de nabestaanden echt iets heeft kunnen betekenen? Wat ik aan reacties krijg wel, dat ze het echt wel heel erg op prijs hebben gesteld dat de gemeente zo'n belangrijke rol heeft vervuld.
Door, nog steeds, door ze te helpen met allerlei vragen, want er zijn natuurlijk duizend en één vragen. Je moet je voorstellen dat je, als je 86 bent, je bent grootouders van zo'n gezin. En het gezin is weg, dat huis is leeg, daar komen nooit meer mensen. Ja, dat is gruwelijk, dat moet je dan moeten oplossen. Dus daar moet hulp voor komen. En dat hebben we gedaan door één ambtenaar per gezin aan te wijzen. En dat werkt heel goed. Dus die mensen hebben altijd een gehoor. En ik heb het idee dat ze dat erg op prijs stellen. En ik weet zeker dat ze dat erg op prijs stellen. En nou ja, dat is ook wel geeft ook wel een zekere voldoening binnen het gegeven dat het natuurlijk een drama is. Dat je toch iets hebt kunnen doen voor de mensen. Heeft u nu nog contact eigenlijk met een aantal van de nabestaanden? Zeker, ja. Regelmatig? Ja, zeker. Wekelijks. Ja. Dan gaat u bij ze op bezoek? Ja, of ik schrijf, of ik mail, of ik bel, of ik ga langs. Ja, alle opzichten van contact. Ja. En ja, nu komt natuurlijk fase 2. Nu is al die aandacht weg. En nou zit je thuis op de bank. En je mist je kleinkinderen en je mist je zoon of je dochter. En je mist je leven eigenlijk, je familiaire leven. En dat is natuurlijk iets wat nooit overgaat. Maar waar je wel, je kan ernaast gaan staan, je kan een hand geven, je kan een arm geven. En dat is ook belangrijk.